We gaan verder met het tweede onderdeel van het programma. Een tweetal sprekers die ons verder gaat inleiden en nu wat meer specifiek in het thema van waarderen en ook participatief waarderen. Dus eigenlijk waarderen met het waarderen van museale collecties niet alleen met conservatoren, maar met een bredere groep van experts, belangstellenden, deelnemers, medewerkers. En als eerste wil ik het woord geven aan Bert Woestenburgs. Hij is stafmedewerker roerend erfgoed bij het Centrum voor Agrarische Geschiedenis in Leuven. En wij zien reeds de presentatie, wat heel fijn is. Dus aan jou het woord, Bert. Ja, goedemiddag. Ik hoop dat jullie mij allemaal horen. Ja. En ook de presentatie zien zoals het zou moeten. Prima. Ja, zeker. Ja. Dan ga ik aan de slag. Dank u wel dat ik hier mijn zeg maar komen doen. Ik ga het dus hebben over het waarderen van landbouwcollecties. Niet alleen landbouwcollecties, ook andere. Ik heb het waarderen in beeld genoemd, omdat ik het komende kwartiertje daar als het ware vlug ga doorheen fietsen en een aantal zaken naar voren ga brengen. Ik ga misschien nog even onszelf een beetje introduceren. Centrum Agrarische Geschiedenis, daar ziet u onze site. Wij noemen onszelf een expertisecentrum in het erfgoedveld van landbouw en voeding. Voor alle duidelijkheid, wij hebben geen eigen collectie. Wij beheren wel een collectie. Dus de waarderingstrajecten die wij gedaan hebben, zijn bij externe uitgevoerd geweest. Wij zijn actief over heel Vlaanderen. Richten ons op het roerend en immateriële erfgoed. En laat zeggen dat de kern van onze werking bestaat uit expertiseopbouw en dienstverlening. Mij is hier dus gevraagd om te spreken over een aantal waarderingstrajecten. Dat ging over landbouwcollecties, maar ook een aantal ambachtelijke collecties en zelfs een biercollectie. Die waarderingen zijn gebeurd op vraag en soms ook wel op ons eigen initiatief. Het was altijd gekaderd in een project. Ik ga hier niet één specifiek project naar voren halen. Eigenlijk breng ik een beetje de ervaringen van verschillende collectiewaarderingen samen. Ik denk dat dat het meest zinvolle gaat zijn. Als ik kijk hoe we dat aanpakken, dan denk ik dat we in de loop der jaren als het ware een eigen methodiek hebben ontwikkeld. We hebben natuurlijk het warm water niet uitgevonden. We hebben ons vooral laten inspireren door de museale weegschaal, die jullie wel kennen. Het Britse Reviewing Significance. We zijn volop gaan gluren bij collega's, waarvoor ik hen van harte moet danken. En we hebben zelfs een beetje eigen inbreng gehad. Dus op die manier zijn we tot een methodiek gekomen die na verloop van jaren tot stand is gekomen. Dat was niet vanaf dag één dat we daar mee aan de slag zijn gegaan. En die ook geënt is op ons erfgoedveld. Het is vandaag al een paar keer ter sprake gekomen. Ik benadruk dat hier eigenlijk ook. Als wij kijken naar waarderen, voor ons is registreren eigenlijk de sleutel tot waarderen. Registreren sleutelt tot een goede waardering, tot een zinvolle, tot een diepgaande waardering. Ik hoef jullie niet te vertellen dat registreren best wel werk vraagt. Ik denk dat jullie dat allemaal wel weten. Als wij zo'n project hebben aangevat gehad, dan was het telkens met een voorafgaande registratie tot op objectniveau. En we gingen daar vrij ver in. En dan denk je toch aan collecties van 500 stuks, collecties van 1100 stuks, een ambachtcollectie van 700 stuks, die biercollectie was ook 700 stuks. Dus het waren best wel wat volumes die wij daarin verwerkt hebben. Opnemen van metadata, heel belangrijk, goede foto's die moesten genomen worden. Maar voor ons wij zijn ervan overtuigd, door een goede registratie verloopt de waardering achteraf ook vlotter. Als alle objecten één op één beschreven zijn, is het veel duidelijker waar de waardering over gaat. En kunnen de waarderingssessies ook veel gerichter gebeuren. Men zegt wel eens, ja, waarderen dat duurt lang, dat is intensief. Ik ben ervan overtuigd, met een goede registratie vooraf gaat zo'n waardering achteraf des te vlotter gaan. Niet alleen registreren, ook een goede voorbereiding as such is denk ik vanzelfsprekend. Dan denk ik aan overleg met partners, collectiebeheerders, met de moderator die de waarderingssessies leidt. Veel belang hechten wij natuurlijk aan de samenstelling van die waarderingsgroep voor de
participatieve waardering, excuseer. Meestal gebeurt dat door onze lokale partner, omdat zij natuurlijk een netwerk hebben waar ze veel beter zicht hebben op welke personen daarin van belang kunnen zijn. Soms stellen we zelfs een draaiboek op. Wie doet wat, wanneer, wie neemt welke verantwoordelijkheid? Tot de timing toe, waar houden we ons aan? We stellen een aantal oefeningen op, zoals we dat dan noemen. En een onderdeel van die voorbereiding is toch ook wat wij noemen de expertenwaardering. Hiermee bedoelen we eigenlijk dat 1-2 experten de collectie waarderen voor kenmerken en criteria die, ik ga voorzichtig durven zeggen, als het ware objectief waarneembaar zijn. We doen het aan de hand van een Excel-document. Ik ga er een voorbeeldje aan geven. U ziet links het inventarisnummer, de objectnaam en dan eigenlijk een x-aantal kolommen. Hier zijn het er 8. Ik denk dat het document zelf een stuk of 25 had. En daar worden eigenlijk alle mogelijke kenmerken, kwaliteiten, criteria opgesomd en vragen daaraan gekoppeld. De afkorting MWRS-CAG verwijst dus naar de inspiratiebron voor dat criterium of die vraag. Daaronder geven we dan aan welke quotering dat we daaraan geven en we vullen dat dan in. En ja, we doen dat met getallen, maar dat heeft niks te maken met optellen. Dat is zeker niet de bedoeling. Het voordeel van een getal is natuurlijk dat is vrij duidelijk en zeker in Excel ook zeer hanteerbaar. Wij zien deze expertwaardering als een deel van het waarderingsproces. Als een soort van toetssteen, ook als een basis voor de participatieve waardering. Als je hier doorgegaan bent en je neemt nadien deel aan die waarderingstrajecten met alle groepen belanghebbenden, dan ben je echt wel thuis in heel die collectie en heel dat verhaal. Het is ook een handig instrument voor de collectiebeheerder achteraf. Maar goed, de participatieve waardering. Het is belangrijk dat je natuurlijk aangeeft waarom doe je dat en waarom zit die groep hier aan tafel. En wij hebben in de loop der tijd wel geleerd om dat zo weinig mogelijk theoretisch te onderbouwen. In feite blijft onze PowerPoint beperkt tot 3 slides. Behalve een beetje natuurlijk wie is CAG en wat is de collectie. Maar à fond over de waardering zelf beperken wij ons tot 3 slides. In de eerste plaats gaan we zeggen wat is waarderen. En wij duiden dat als een verdiepende vorm van registratie. Bij registratie kunnen de meeste mensen zich wel iets voorstellen. We noteren data, we maken mooie foto's, we hebben een catalogus, een databank. Maar waarderen is natuurlijk ook het zoeken naar meningen, het betekenis geven van erfgoed. En we doen dat nooit alleen. Dat is ook iets dat toch wel belangrijk is. Dat zie je onder waarderen. We geven ook heel graag mee wat we niet verstaan onder waarderen. Onze tweede slide. Is absoluut geen financiële waardering. En we proberen ook te benadrukken, maar dat is een heel moeilijke, dat wat er gezegd wordt geen bindende beslissing is voor de toekomst. Omdat dat soms wel remmend kan werken, dat is absoluut eigenlijk niet de bedoeling. Het is wel natuurlijk de bedoeling om de resultaten van de waarderingssessies te gebruiken bij verdere beslissingen. Dat spreekt voor zich. En waarom zitten we dan bij elkaar? Omdat waarderen mee als een kerntaak van erfgoedwerking kan beschouwd worden om het onderbouwen en het helpen bij het maken van keuzes. Dat is eigenlijk de essentie die wij meegeven als we beginnen te waarderen. Dan gaan we aan de slag. Hier ziet u dus een groep belanghebbenden, zoals dat genoemd wordt, in volle bedrijvigheid tijdens een waarderingssessie. Wij zien dus waarderen echt wel als een instrument om een beter zicht te krijgen op de objecten, op deelcollectie, op een collectie in zijn geheel. Het is een intensief proces, maar ik vind het persoonlijk altijd een bijzonder interessant proces. Voor ons is het ook absoluut noodzakelijk dat het participatief is. Het heeft geen zin om dat als één persoon in je eentje ergens uit te dokteren, dat is zeker niet de bedoeling. Het allerbelangrijkste is eigenlijk dat de kennis over, maar zeker ook het draagvlak rond die collectie, of de deelcollectie, of het erfgoed, door het waarderingstraject wordt vergroot. Je kunt zeggen, waarderen is een serieuze zaak, maar dat wil niet zeggen dat het niet gezellig moet zijn. Bij al onze sessies hoort koffie en taart. En bij deze sessie hadden we dan het geluk, dat was in het Geneve Museum in Hasselt, hoort er zelfs een Genevertje bij. Dus het kan alleen maar de sfeer ten goede komen. Als ik dan toch even nog een aantal tips mag meegeven, of een aantal ervaringen mag meegeven, rond participatieve waardering. In de eerste plaats...
benaderen wij waarderen niet als een probleem. Het internet staat er natuurlijk vol van. Wij zelf, ook collega's uit het veld, hebben handleidingen gemaakt. Er is heel veel theorie natuurlijk. Tegelijkertijd, collectiebeheerders hebben misschien niet veel tijd, andere prioriteit, middelen zijn beperkt. In die zin wordt waarderen soms nog eens geproblematiseerd. En wat ons betreft is dat eigenlijk niet het geval. Je moet het ook niet moeilijker maken dan het is. In essentie is waarderen is fun. Want je werkt in de diepte met de essentie van je collectie, de objecten. In feite moet je het dus kunnen zien als een moment van verdieping. En dan denk ik dat wij toch allemaal dat wel heel graag doen. Soms werken we op een digitale wijze, als de objecten te groot zijn, op verschillende locaties staan, niet toegankelijk zijn. Dit hier is een voorbeeld van collectie uit het collectiemuseum Textuur uit Kortrijk, waar we 400 objecten hebben gefotografeerd en dan die ook hebben uitgeprint, op een grote tafel gelegd. En dat was wel hanteerbaar om die collectie als het ware bij de hand te hebben. Maar we werken veel liever te midden van de collectie, dus fysiek als het kan. Dat kan zijn in de museumopstelling zelf, maar evengoed hebben we al gewerkt met deelcollecties die werden uit depot gehaald en als het ware uitgesteld. Dus absoluut een meerwaarde wanneer je de objecten letterlijk fysiek in de buurt hebt. Laat toe bijvoorbeeld om sommige discussies vlug af te sluiten. Je kunt dat object erbij halen, je kunt er naartoe gaan, enzovoort. Vaak worden ook voorbeelden gegeven aan de hand van objecten. En het geeft alleszins ook meer een sfeer van betrokkenheid. Een realiteit die echt wel een surplus is. Of het nu grote dan kleine groepen zijn, op zich vind ik dat persoonlijk niet zo belangrijk. Een kleine groep is natuurlijk gemakkelijker aan te sturen, maar een grotere groep geeft dan misschien meer input. Het is wel belangrijk om een heterogene groep te hebben, die ook wel erfgoed gericht is. In al onze waarderingstrajecten hebben we met de tijd ook wel geleerd om als het ware hetgeen dat we voor ogen hadden te durven loslaten. Je maakt vooraf een soort planning, je maakt vooraf een soort van zelfs oefeningen, ik kom daar zelfs nog even op terug, maar als uiteindelijk blijkt dat de discussie zinvol is, is het niet zo heel belangrijk wat ons betreft om dat letterlijk zo te volgen. Zolang we maar een inhoudelijk relevante discussie hebben, kan dat voldoende zijn. Als we dan toch over die oefeningen bezig zijn, wij geloven ook wel sterk in het stapsgewijs opbouwen van de werkvormen. Misschien een ander en een beter woord dan oefeningen. Het heeft immers geen zin om direct altijd theoretisch te werk te gaan. Ik denk dat het zinvol is om de deelnemers tijd te geven om in te zien waar het om draait. Een klassieke intro is bijvoorbeeld, kies een object en zeg waarom. Of, zoals hier de foto aangeeft, het brandt en welk voorwerp zou u uit de museumcollectie halen? Los van enige fysieke restrictie. Dat geeft heel vaak heel verrassende en heel persoonlijke verhalen die je wel kan meenemen in je verdere traject. En die ook impliciet aangeven welke criteria aan bod kunnen komen. Een andere klassieker die wij graag gebruiken is ook, je legt een aantal gelijkaardige voorwerpen op tafel en dan kun je eigenlijk de vraag stellen, wat moeten we hiermee doen? Moeten we ze allemaal bijhouden? Moeten we ze allemaal tonen? En dan ga je eigenlijk impliciet in op thema's zoals representativiteit, op zeldzaamheid enzovoort, zonder dat je eigenlijk het woord criterium of het woord zeldzaamheid daarbij hanteert. Een interessante oefening of werkvorm is bijvoorbeeld ook deze. Je hebt een x-aantal voorwerpen die als het ware symbool staan voor deelcollecties. Dus de glazen bierpullen, de ambachtelijke voorwerpen, de keramieken, de tapkranen. Ik denk dat dat de groep Varia was. Café uitrusting en nog de bierflessen. Ik ben even te ver gegaan. We hebben dan de deelnemers van die groep, dat was trouwens de waardering van het Brouwers Museum op de Grote Markt in Brussel. We hebben dan de deelnemers van die groep dan gevraagd van kijk, maak hier nu eens een rangschikking van 1 tot 7. Op zich was het niet zo heel belangrijk of het nu 1 of 2 was, maar wel, wat zie jij als de belangrijkste deelcollectie en vooral ook waarom? De waarom-vraag was hierin veel belangrijker. En het ongelooflijk interessante aan deze oefening was, of het resultaat ervan, was dat dus die groep van 7, 8 personen 2 totaal verschillende visies daarop had.
daar kan je als collectiebeheerder wel mee aan de slag. Dan heb je een resultaat waarvan je zegt, de ene groep bekijkt het zo, de andere groep bekijkt het zo. En hoe gaan we hier nu mee verder? Dat was op zich voor de collectiebeheer toen een zeer interessant resultaat. Een andere, dan zitten we al veel verder in het waarderingstraject, is die toch wel expliciet ingaat op criteria. We kunnen bijvoorbeeld eerst theoretisch te werk gaan en zeggen van kijk, welke criteria vinden jullie belangrijk? We geven de deelnemers een lijst met criteria, met een uitleg daarover. En bijvoorbeeld de ene zal zeggen, ah, ik vind ouderdom belangrijk. Ik vind oudere stukken veel belangrijker dan recenter. Of even goed omgekeerd. Nee, zegt de ander, ik vind herkomst belangrijk. Ik vind, als we weten wat de vorige eigenaar is en waar het vandaan komt, is dat een meerwaarde. En de volgende stap kan dan zijn dat we dat gaan toepassen op de collectie zelf. En dan kom je weer tot discussies die best wel interessant zijn en die ook voor de collectiebeheerder relevante informatie geven. Ik ga mijn uiteenzetting stilaan afronden. Bij wijze van besluit wil ik nog meegeven dat we waarderen zien als, als een opstap naar meer. Wat beter beschreven, bekend is, zal ook een betere fysieke bewaring en zeker ook digitale documenteren. En bij elk registratie- en waarderingsproject reiken we natuurlijk bouwstenen aan. Dat is ook de reden waarom ik deze foto genomen heb. Reiken we dus bouwstenen aan die ons meer kennis geven en die ook meer informatie geven over objecten, deelcollecties en collecties in hun geheel. Wij zijn ervan overtuigd, als we objecten letterlijk vastnemen, dan pas kun je eigenlijk hierover grondig en degelijke informatie vergaren. Wat ons betreft is waarderen absoluut teamwerk, samenwerken, niet alleen in het uitwisselen van wederzijdse expertise, maar ook samenwerken om energie samen te voegen. Want dergelijke projecten durven soms wel eens behoorlijk veel energie vragen en dan is het wel interessant om met meerdere partners aan de tafel te zitten. En essentieel, Pieter heeft ook al aangehaald, om bij gelegenheid toch eens over het muurtje te kijken en externe partners te zoeken. En tot slot, wij zijn ervan overtuigd dat iedereen expert is. Met al zijn of haar mogelijkheden, technische kennis, landbouwhistorische kennis, lokale betrokkenheid, persoonlijke betrokkenheid. Het is allemaal input die valabel kan zijn bij waarderingsrecht. Goed, ik ga het hierbij laten. Ik hoop dat jullie mijn uiteenzetting interessant hebben gevonden en dat het inspiratie kan bieden voor jullie eigen traject. Ik dank u wel. Dankjewel, Bert,